Vandaag zijn we in de Witte Vallei in Asten-Heusden. Ja, nou zie ik een hele hoop koeien hier rondlopen. Wat gebeurt hier precies? Vandaag worden de koeien gekeurd op uiterlijk, op exterieur zo noemen we dat. En die worden in iedere categorie, van jong tot oud, op rij gezet. En daar komt een beste koe uit. En uiteindelijk gaan ze allemaal kavelen. En op het einde van de dag krijgen we de algemeen kampioen, Roodbond en Zwartbond. Wat ben jij nou aan het doen? Ik ben olie op het uier aan het doen. Dan wordt het olie of het uier zacht en gaat het glimmen eigenlijk. En dat is mooi? Dat is mooi, ja. Zeker, dan zie je de doorbloeding eigenlijk mooi lopen. En dat is goed. Ja. En dat betekent ook goede melk? Ja, zeker, zeker. En hele lekkere melk. Wij zijn allemaal een beetje vakidioot. We hebben heel veel passie en hobby aan het keuren van koeien. En dat is puur hobby wat we hier doen. Daar hangt geen financieel plaatje aan. Zij het dat het wel interessant is om daar een goede stier uit te fokken. En dat doen de mensen wel. Dus ze blijven die koe wel volgen. En dat is eigenlijk het enige wat ze buiten de eer, en dat is heel belangrijk, wat ze vandaag kunnen winnen. De verhouding in de hele skelet, de breedte, gecombineerd met die mooie openheid van ribben. We zien wel fantastische benen. Uier wat muurvast is aangehecht. Dat is even bijkomen, hè? Ja, dat is even bijkomen, ja. Wat flink werken. Noeste arbeid. Ja, dat klopt. Maar ja, het resultaat is mooi, dus daar heb ik er wel voor over. Hoeveel weegt dat nou, zo'n koe? Koe Marijke in dit geval? Ja, ik denk zo'n 700, 800 kilo. Normaal is eigenlijk de rustigste koe van alle vijf die we bij hebben. En dat was de enige die heel veel herrie maakte. Want hij doet het de hele tijd. Maar ik ben toch blij dat het gelukt is. Ik ben ook echt liefhebber van vee. Ik doe ook heel veel fokken. Maar dat doe ik alleen voor mijn bazen. En dan ga ik de fokdagen af en dan ga ik kijken van wat zit er iets bruikbaar bij. En heeft u hier al iets gezien waar u interesse in heeft? Nee, ik vind dat er heel veel verschil in is. Er zijn er zaad bij die ik absoluut niet zou hebben. Hele beste uiers, met name ook als je erachter staat. Ligt het dan aan de kleur of de grootte of de uiers? Of, Nee, de kleur ligt niet, gewoon de bouw. De bouw. Staat ze er goed op? Ja, ik hoop dat ze er heel goed op staat, ja. Alles wordt van stal gehaald, hè, voor een goede foto. Alles, ja. En ik zag daar in de hoek ook extensions liggen. Ja, als we ooit een koe hebben die te weinig staat heeft, dan noemen we extensions erin, ja. Je moet het een beetje vergelijken als de dames die naar de disco gaan. We maken ze een beetje op en we versleuren ze een beetje op en dan gaan we de ring in. We zijn hier op de British Cars & Lifestyle in Rosmalen op de 28e editie. Ja, een British Lifestyle, wat houdt dat in? Nou, dit is de perfecte beurs, gecombineerd voor dames en voor heren. We hebben een prachtig assortiment aan Engelse auto's, van Bentley tot minis en bedenk het allemaal maar. En voor de dames hebben we mooie tassen, heerlijke fudge, mooie sieraden, veel antiek. Dus eigenlijk een mooie combinatie. Zo, dit moet hem worden? Nee joh, dit is voor mij nostalgie. Ik had er zo een. En waarom is hij weggegaan? Omdat ik naar het buitenland toen werd overgeplaatst. Naar Maleisië. En hoe voelt het dan om uw oude liefde hier zo te zien staan? Pijn in mijn hart. Zeker als je weet dat hij, gezien de prijzen nu, veel te goedkoop heeft weggedaan. Maar ja, je kan niet alles houden, hè? Je kan niet alles meenemen, helaas. Nou, geniet er nog even van. Ja, zeker. Dank je wel. Maakt het nou zo leuk, zo die Engelse lifestyle? Ja, gewoon eigenlijk toch een beetje het rustige en het, En het gevarieerde van alles wat. Hè. Mooi autootje, alle geinige dingen. Dus het is best wel leuk om hier een paar uurtjes rond te stappen hoor. Ja, ja. Dat moet hem worden. Nou nee, ik was alleen maar geïnteresseerd in dat embleem om te fotograferen. Nee, nee, ik ben niet op zoek naar een auto. Okay. Daar is de portemonnee niet groot genoeg voor. Jij zegt het. U heeft de tassen vol? Ik heb wel hoor, ja hoor. Wat dingetjes gekocht voor de MG. Wat heeft u gekocht? En een binnenspiegel, en een pet. Hè? Ja, en een mooie jas in de kleur van mijn auto. Oké, okay, want wat voor auto heeft u? MGB, ja. En wat maakt zo'n MG nou echt prachtig? Het geluid, het dak eraf, en rijden met de wind in je haren en wegwezen. En nergens meer aan denken en stress van je afrijden. Ja, wat heeft u op je t-shirt staan? Don't Panic, van Dad's Army. Ken je dat of niet? Ik ken het niet, u bent een echte Engeland-fan. Ja, ja, maar een aantal keren op vakantie geweest, dus... Nou ja, maar zo'n beurs moet je zo'n t-shirt aantrekken, hè? Dat is wel leuk. Wat is er dan zo aantrekkelijk aan Engeland? Alles is anders. Hele andere mentaliteit. Nou, men rijdt natuurlijk aan de andere kant van de weg. Dat vind ik ook altijd een uitdaging. En het is, ja, het is van eigen identiteit. Dat vind ik leuk. Er nooit aan gedacht om aan de andere kant van het kanaal te gaan wonen? Nee, 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 nee. Ik heb heel leuk werk in Nederland, dus ik blijf lekker hier. Het is mooi om naar op vakantie toe te gaan. Have fun and goodbye. Thank you. Thank you. We zijn vandaag in Oeffelt in het Maasheggengebied. En hier is het Nederlands kampioenschap Maasheggenvlechten. In de middeleeuwen zijn de mensen begonnen met het vlechten van heggen, omdat ze graag in de uiterwaarden van de Maas het vee bij elkaar wilden houden. En in de uiterwaarden van de Maas vlechten met los materiaal, dat is lastig, omdat in de winter overstroomt de Maas en is de hele heg weer weg. Dus de mensen hebben toen gezocht naar een oplossing om te kijken of dat er een heg gevlochten kon worden met de wortels in de grond. En dat is de meidoornhaag geworden. Just another town, another dream. Ja, het is gewoon een heerlijke dag met allemaal bevlogen mensen, vrijwilligers, mensen vanuit de organisaties. En je bent met elkaar bezig om een mooie heg te vlechten. En als je het goed doet, krijg je nog een prijs aan het eind. Op dit moment zijn er 40 teams aan het werk en dat betekent 150 vlechters. Het vlechten van een goede heg betekent dat je ondoordringbaar is. Dat er geen kalf, geen koe, geen schaap, geen varken doorheen kan. Maar ook dat die zo gevlochten wordt dat die in de zomer weer mooi uit kan lopen. Dat er even mooie nieuwe bloesem en nieuwe bessen aankomen. Belangrijk is natuurlijk niet het winnen, maar het meedoen met elkaar. Het zijn allemaal mensen die heel graag in de natuur werken, lekker een dagje bezig zijn. Vooral als je weet dat je ook werkt aan een landschap wat in stand gehouden moet worden. Ja, heerlijk. Het weer werkt niet helemaal mee. Maar er zijn ontzettend leuke dingen te knutselen en dieren te bekijken. En hij leert er heel veel van. En wij eigenlijk ook. Het idee is dat we laag inkappen en dat ze mooi plat komen te liggen. Zodat je ook van onderaf geen grote gaten hebt in de heg. We zien het echt een dagje als met elkaar. Superleuk. En na afloop pilsje drinken. We zijn de heg zo aan het vlechten dat de sapgroei van de takken eigenlijk door blijft gaan. En op die manier ja, blijft de heg groeien. Dus volgend jaar dus schiet alles weer omhoog en dat groeit het helemaal dicht. Naast dat het een mooi landschap is het ook heel belangrijk voor alle vogels en dieren die in het gebied wonen. Ze vinden daar een plek om hun nest te bouwen, ze kunnen daar de bessen eten. Maar ook zeker voor de das en voor de bever, voor muizen en voor hermelijntjes is het een mooi gebied waar ze hun beschutting kunnen vinden, waar ze nesten kunnen bouwen en waar ze lekker kunnen wonen. Nu de kruiddampen van carnaval echt helemaal zijn opgetrokken is er in Brabant weer volop ruimte voor hele andere evenementen. In de Brabanthal in Den Bosch is van donderdag tot en met zondag weer het grootste paardensportspektakel in onze provincie, Indoor Brabant, de Dutch Masters. Met de beste ruiters en Amazones van de wereld in tal van rubrieken met de Grand Prix op zondag als grote afsluiter. Ook in Den Bosch zaterdag van 13:00 tot 20:00 de open dag van het provinciehuis. Die staat voor een groot deel in het teken van de Statenverkiezingen. Maar bezoekers kunnen ook een kijkje nemen in de bunker en genieten van het uitzicht vanaf de 23e verdieping. Iets heel anders komende zondag in Vorstenbosch, de Alpaca Meet and Greet dag op de Alpaca Farm in Vorstenbosch. Bezoekers kunnen onder begeleiding alpaca's ontmoeten in de weide en hun binnenverblijven. Veel steviger gaat het er zondag in Loosbroek aan toe tijdens het 15e trekkertrek-spektakel, waarin tractoren in diverse klassen over een baan van 100 meter een sleepwagen vooruit moeten trekken. En naast de trekkertrekwedstrijden is er ook een flink omlijstend programma. Heb jij ook zo'n leuke tip voor ons? Laat het ons weten via evenementen@omroepbrabant.nl.